Checo is er weer klaar voor. Deze zomer willen we weer duizenden kinderen een onvergetelijke dag van ontspanning, van sport, van spel aanbieden op een Checo manier. Wij geloven dat ieder kind recht heeft op een zorgeloze jeugd. En vorig jaar waren we in staat om bijna 10.000 kinderen een dag van echte ontspanning aan te bieden. Een dag waarin kind simpelweg kind kan zijn. Nou, dit jaar gaan we dat weer doen en we staan dit jaar wel op een hele unieke locatie, namelijk bij de Nationale Landbouwbeurs. En op deze landbouwbeurs komen scholen vanuit heel Oeganda met hun kinderen om ze te laten zien wat de laatste ontwikkelingen zijn in de landbouw. Dat is grappig, want een Oegandese school vindt het helemaal niet erg om zijn kinderen te laten zien. Ze hebben vaak heel veel kinderen en die laten ze maar wat graag zien. Kinderen mogen wel gezien worden, maar niet gehoord. We merken ook tijdens dit soort dagen dat kinderen in een soort stramien geperst worden en letterlijk van onderdeel naar onderdeel gebracht worden. Nou, wij hebben hier een soort mini showcase mogen we hier bouwen. Een half voetbalveld waar kinderen simpelweg wel kind kunnen zijn, waar ze wel gehoord mogen worden. En wij willen scholen laten zien, door ze op een creatieve manier toegang te geven tot dit park, van hey, breng je kinderen naar onze fun fair. En je zal zien dat deze kinderen een onvergetelijke dag gaan beleven. Nou, het grappige is, vanochtend sprak ik nog een van de medewerkers en die zei dat alle basisscholen tot nu toe die vorig jaar op de fun fair geweest zijn, gezegd hebben dat ze ook dit jaar weer willen komen en gaan betalen voor hun leerlingen. Hun gaan kleine beetjes geld bij elkaar krijgen om hun kinderen een onvergetelijke Checo-dag te geven. Want hun zagen wat het resultaat was voor hun leerlingen. En dat willen we dus ook die andere scholen laten zien dit jaar. Want het idee is dat we vanaf volgend jaar daadwerkelijk met ons Checo-concept Oeganda gaan bereizen. We willen een funfair laten reizen van dorp naar stad, naar gebied. En we willen ook gaan beginnen met onze, met ons kleinschalig funpark en een Checo Academy daarbij. Ja, om dat deze zomer te gaan doen, hebben we jouw hulp nodig. 1 april hebben we laten weten dat we voor deze zomer ongeveer 30.000 euro nodig hebben. Hiervoor kunnen we 10.000 kinderen onvergetelijke dag geven. Dat betekent 3 euro per kind. En hiervan gaan kinderen en mensen in Oeganda steeds meer bijbetalen en wordt dat bedrag steeds lager. Maar om daar te komen zijn we nog steeds bezig met investering. Zijn we nog steeds bezig met het uitzoeken van ons concept. Het ontwikkelen van ons concept. 30.000 euro was het doel. Tot nu toe hebben we 22.000 euro opgehaald. Er is dus nog 8.000 euro nodig. Nou, een aantal van jullie hebben gevraagd, laat me weten hoeveel je nodig hebt. Nou, nu weet je het, 8.000 euro. Als je kunt helpen met 100 euro, met 50 euro, met 1.000 euro, met 8.000 euro, het maakt niet uit, ik heb je hulp nodig. En ik vraag het je via deze videoboodschap. Nu is de tijd om in te springen. Zo, dat geeft ons gewoon de rust die we nodig hebben om ook Checo verder gewoon goed neer te kunnen zetten in Oeganda. In deze e-mail vind je andere details. Laat je hart spreken, laat je passie spreken, laat je avontuur spreken. We kunnen dit samen neer gaan zetten. Checo is op weg om een nieuw concept te ontwikkelen. Sociaal winstgevende funparken voor kinderen in ontwikkelingslanden. Ik heb je nodig, ik hoop dat we het samen gaan doen. Laten we met elkaar in contact blijven. En als je vragen hebt, mail. Als je geld wilt storten, doe het nu. En alsjeblieft, hou jezelf op de hoogte. Over 2 weken reizen Tatjana en ik naar Oeganda. Over 4 weken beginnen de funfairs. Mis het niet, Twitter, Facebook, ons blog, de website. We houden je op de hoogte. Iedere euro die uitgegeven wordt is zichtbaar. Doe mee. Dankjewel.